Kijk, als maar een wethouder, wat is er voor een vlag? Dat is een regenboogvlag. En waarom hijsen we die vandaag in Goes? We hijsen die om vandaag te laten zien dat iedereen er in Goes bij hoort, onafhankelijk van waar je vandaan komt, welke culturele achtergrond je hebt of welke seksuele voorkeur je hebt. De kleuren staan voor de verscheidenheid van de samenleving. Ik vind dat in Goes iedereen erbij hoort. En daarvoor staan die verschillende kleuren die samen één regenboog of één samenleving vormen. Is dat nou symboolpolitiek? Nee, dat is geen symboolpolitiek. Je moet het ook niet alleen bij de vlag laten. Je moet ook in gesprek gaan met mensen om te kijken hoe je de verscheidenheid tot bloei kan laten komen en hoe je ervoor kan zorgen dat iedereen vreedzaam samenleeft.